Biologisch katoen, biologische kleding, fair trade en een prijs voor de duurzaamheid. U ziet hem hier naast me staan. Kan het allemaal? Jawel. We zijn bij Hein Vos. Hein Vos, welkom. Je hebt een hele mooie prijs gekregen. Duurzaam ondernemen. We beginnen bij het begin. Het heeft te maken met de katoen, biologische katoen. Ja. Kun je daar wat van vertellen? Ja, daar kan ik wel een dag mee vullen, Frans. Eindeloos maar dat zal ik niet doen. Biologische katoen, ja, daar heb ik heel bewust voor gekozen. Want ik weet hoe het in de reguliere katoenteelt gaat. En dat zijn erbarmelijke omstandigheden. Zowel milieutechnisch als economisch, als ook voor de mensen die erin werken. Er wordt zo'n beetje 25% van al het landbouwgif wat we wereldwijd gebruiken is nodig voor de katoenteelt. En dat wordt bespoten nou op een manier, dat wil je niet weten. En dan lopen die arme katoenboeren op de blote voetjes in het veld. En die krijgen op een jerrytank achterop, krijgen ze die chemicaliën. In een tank die al half lek is. En dan lopen ze zo door het veld heen te spuiten. En dan komen ze s'avonds thuis met een enorme droge tong. En dan moeten ze dat wat afspoelen met water. Die mannen die worden niet ouder dan een jaar of 35, 40. Die overlijden aan de ernstige ziektes. Als je dan weet dat het gewoon ook nog westerse bedrijven zijn die hier dat spul niet meer mogen verkopen, maar gewoon in India gewoon lekker verhandelen tegen schrikbarende prijzen. Dan is daar zowel voor de mensen als het milieu is dat heel erg. En dat heb je niet met biokatoen. Ik ben in een groep boeren geweest in Andhra Pradesh. Ik noem het altijd maar de middle of nowhere in India. Kom ik daar bij zo'n groep boeren uiteindelijk. Dat vergeet ik mijn leven niet meer. Die hadden bijna geen westelingen gezien. Dan kom je daar dus een keer. Die vinden dat geweldig. Dan word je ontvangen op een manier zo gastvrij en zo oprecht ook. Dat raakt je meteen. Die mensen die doen dan hun verhaal. En dan zijn er boeren bij die dus ook in die reguliere teelt gezeten hebben. En hoe gelukkig die zich voelen dat ze een overstap gemaakt hebben naar gewoon de biologische teelt. Dat ze niet meer met die letterlijke troep hoeven te werken. Wij doen dan ook nog fair trade erbij. Dat is dan wel een zijstapje, maar dat geeft dan nog eens een keer een extra stuk dimensie eraan. Ik heb dat. Het is een hele bewuste keuze om dus inderdaad biokatoen te doen. En ja, je merkt het ook nog uiteindelijk aan de katoen. En die is veel zachter. Die draagt echt veel lekkerder. En in het hele proces door waar we kleding dus uiteindelijk van dat katoenplantje die kleding maken. Ja, ook in dat eindproduct merk je gewoon terug dat je biokatoen gebruikt. De boeren die halen dat zelf van het land af, dat katoen en dan? Gaat het rechtstreeks naar een bepaalde fabriek toe of doen die boeren nog zelf wat met die katoen? Nee, die plukken dat zelf. En het zijn vaak kleine stukjes grond die ze hebben. En dan zit dat in een leefgemeenschap en ik haal dan de katoen bij een coöperatie vandaan die iets van 3000 van die kleine katoenboeren zijn daarbij aangesloten. Dat is een fair trade organisatie. Die doet ook alleen maar biokatoen. Dus dat is ook wel heel mooi. En dan gaan ze gewoon met het gezin. Hè? Dus dan helpt moeder mee en dan helpt tante mee. En dan hebben ze van die hele grote balen hebben ze achterop. En dan is het oktober, november en dan moet die katoen geplukt worden. Ze moeten ook één keer in de 3 jaar... moeten ze een ander gewas op die grond verbouwen. Dat is crop wisselteelt. En dat is ook uiteraard weer een biologisch landbouwproduct. Het kan een bloemkool zijn, het kunnen noten zijn. In bomen hebben dan kleine planten met noten. Linzen verbouwen ze dan ook wel tussendoor. En dan mag er weer 2 jaar biokatoen op en in het derde jaar gaat er weer een ander gewas op. Even terug naar het fairtrade, dat heb je even aangehaald. Fairtrade naar de coöperatie. Jij zei dat is fairtrade, hartstikke fijn. Is dat ook merkbaar bij de boeren zelf? Ja. Heel duidelijk merkbaar? Ja. Of is er ook weer iemand die denkt, ik kan hier lekker geld aan verdienen? Nee, dat is absoluut daar merkbaar. En dat hebben ze me ook laten zien en daar was ik enorm door geraakt. Ik ben met ze een stuk door hun velden gegaan. En op een gegeven moment kwam ik buiten die leefgemeenschap die ze nog steeds aan het opbouwen zijn. En daar zat een diep gat in de grond. En daar was het grondwater. En daar moesten die vrouwen naartoe om dat water uit die grond op te halen. En dan weer terug met de boel naar het dorpje toe. Dan hadden ze hun water voor die dag. Nu hebben ze ik geloof dat iets meer dan een jaar tijd, hebben ze van de Fairtrade Premium, die ze dus met de katoen, maar ook van hun andere gewassen,
die ze dus opgehaald hebben van uiteindelijk dat wat ze als premium van die coöperatie uitbetaald hebben gekregen, mochten ze democratisch zelf binnen hun leefgemeenschap kiezen van wat gaan we daarmee doen. Nou, dat is prachtig gebeurd. Nou, wij kennen hier in IJsselstein onze pomp, hè, op, ja, ja, voor het oude stadhuis. En nou, zo'n pomp zijn ze in het dorp nu aan het maken. Midden in het centrum, dat ze dus water kunnen oppompen, kijk, daar ter plekke. Juist. En dat komt van die Fair Trade Premium. Dan weet je waar je het echt voor doet. Nou, we gaan met het Fair Trade gebeuren vanaf de coöperatie gaan we naar de fabriek waar de kleding gemaakt wordt. Ja, is dat ook Fair Trade? Ja, is er een tussenstap in? Ja, ja. Veel tussenstappen? Nou ja, goed, het komt bij een ginner terecht waar de zaden eruit gehaald worden. Het komt het moet gewassen worden, het moet naar een spinner, daar worden garens van gemaakt. En van die garens wordt uiteindelijk gekozen, oké, gaan we er breigoed van maken of gaan we er geweven doek van maken? En dan uiteindelijk van dat doek, ja, daar wordt een keer of een t-shirt of een sweatshirt of een overhemd of een broek of een weet ik wat van gemaakt. Heb jij hier zo'n t-shirt of zo? Kun je dat laten zien? Nou, ik heb hier heb ik wel een. En dan kan je meteen voelen hoe lekker zacht het is. Ik heb hier wel een t-shirtje wat, oh ja, wat dus van biokatoen gemaakt is. Oké. Okay. En wat wij dan doen is, we voeren dat wel helemaal door. Hoe komt het dat het zo zacht is? Heeft dat echt dat met de kwaliteit van de katoen te maken? Ja, ja. Nou, als je een stukje katoen wil voelen. Het is van de oogst van. Het wordt wel wat minder. Maak van een katoenplant. En dit zijn de katoenbolletjes, zeg maar. En als je dit dus neemt van de biokatoen, dit is al heel zacht. En dat blijft omdat we het onder een bepaald proces, en dat heet een GOTS. Dat is de Global Organic Textile Standard. Dat is de standaard die nodig is om op het hoogste niveau je biologische katoen te blijven voeren. Dat gaat in het hele productieproces gaat dat door. En daarmee komen er geen chemicaliën aan die katoen. En daarmee blijft die katoen zacht. En al ga je dit thuis wassen, gaat biologisch wassen, dat is helemaal goed. Maar ook al ga je dit thuis wassen, dit blijft gewoon zacht. Je had het over de prijs van zo'n t-shirt. Jij zegt dat kun je bijna niet afmeten, dit t-shirtje ten opzichte van een niet-biologisch t-shirtje. Zit er veel verschil, weinig verschil in? Daar zit heel weinig verschil tussen biologische katoen en gewone reguliere katoen. Zeg Hein, je hebt voor dit hele gebeuren heb je een prijs gekregen. Het heeft niet alleen met dit te maken, maar ook met duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen doe je niet alleen. Nee, duurzaam ondernemen, dat. Ik mocht het van de week nog vertellen, dat zit volgens mij een beetje in je DNA. Dat wil je of dat wil je niet. En ik heb zoveel gezien bij mijn vorige werkgever, op zoveel plaatsen in de wereld. En ik heb graag ook dingen willen veranderen daar, maar bij een grote organisatie krijg je lang niet die mogelijkheden die je dus in je eigen lichaam voelt dat je aan duurzaamheid wil doen. En duurzaamheid betekent ook een knop willen omzetten en kijken van hoe doe ik dingen vandaag en kan ik dat ook anders doen? Kan ik dat doen met een gedachte dat volgende generaties daar ook nog wat aan hebben? Maar tot en met Hengtex aan toe die we van FSC gerecycled papier maken. Zo'n koordje is van organische katoen gemaakt. Wij hergebruiken alles, al het plastic. Ik laat al niet eens één t-shirt in een plastic zakje verpakken. Dat is kolder, dat is gewoon onzin. Dozen hergebruiken we op allerlei manieren. Hein, we gaan afsluiten. Mensen, waar kunnen die deze mooie t-shirts, zachte t-shirts kopen? Ja, nou, wij hebben zelf een webshop gemaakt. Dat is dan alleen maar dus via internet. Ik heb een paar keer in het brandspuithuisje hier in IJsselstein gezeten. Wat we dan even aanhuren, omdat mensen het dan ook kunnen zien en voelen. Maar normaal is het te vinden op www.revive. En dat is dan re-5.nl. Dat is voor de particulieren. Maar we zijn een groothandel, dus wij leveren aan winkels. Ja, mensen die mij kennen, die weten me ook altijd wel te vinden. Of die mijn vrouw kennen, die weten ons te vinden hier in IJsselstein. En we hebben inmiddels wel, dat is wel leuk. We hebben wel veel IJsselsteiners die ons merkje al dragen. Maar we hebben nog geen IJsselsteiner ondernemer die ons merk verkoopt. Nog één keer de website. www.revive-5.nl. Dankjewel voor het gesprek en gefeliciteerd met je prijs. Dankjewel Frans voor het gesprek.